Hoi jongens en meiden, ook ik mag vandaag een stukje voorlezen. En ik ga voorlezen uit het boek Grootmoeder, wat heb je grote oren? Dit is een boek met klassieke sprookjes en ze zijn herschreven door Jacques Vriend, of opnieuw verteld. En mijn sprookje heet De Nieuwe Kleren van de Keizer. Misschien konden jullie het al een beetje zien. Heel lang geleden leefde er eens een keizer. Eigenlijk moet een keizer op zijn troon zitten en de baas spelen over zijn land. Maar deze keizer zat de hele dag in zijn klerenkast om mooie kleren uit te zoeken. De kast was wel heel erg groot. Er hingen wel 100 mantels in en 300 broeken en 500 kanten blousen. En er stonden wel 70 paar schoenen in die kast. En natuurlijk lagen er ook heel veel hemden in en wel 133 onderbroeken. Alles was gemaakt van de mooiste stoffen, fluweel, zijde en brokaat. Een paar keer per dag kwam de keizer uit de kast en maakte een wandelingetje door de stad. Telkens had hij andere kleren aan en de mensen klapten en juichten: leve de keizer! Leve zijn prachtige mantel! Leve zijn schitterende broek! En daarna ging de keizer naar huis om gauw iets anders aan te trekken. Op een dag liep de keizer weer door de stad. En tussen alle juichende mensen stonden twee vreemde mannen. Ze heetten Simon en Peter. De keizer kwam net langs met zijn nieuwe zomermantel om. Iedereen riep weer: lang leve de keizer! Leve zijn nieuwe mantel! Simon en Peter keken elkaar aan. Wat een ijdeltuit, zei Simon. Wat een verwaande kwast, zei Peter. En toen bedachten ze een plan. We zullen die keizer eens een lesje leren. Peter lachte gemeen en riep: en daar verdienen wij dan een hoop geld mee. Ze gingen meteen naar het paleis van de keizer. Eerst mochten ze niet naar binnen van de poortwachter. Wij zijn heel beroemde kleermakers, zeiden Simon en Peter. En toen de keizer dat hoorde, liet hij ze onmiddellijk bij zich komen. Hij ging er speciaal voor op zijn troon zitten en vroeg: wat kunnen jullie maken? Kunnen wij u even alleen spreken? De keizer stuurde alle dienaren, ministers, generaals en hofdames weg. Majesteit, wij kunnen de mooiste stoffen weven en daar maken wij kleren van. Zo prachtig en vrij, als u nog nooit gezien heeft. Echt waar? Echt waar. Maar met die kleren is ook nog iets heel bijzonders aan de hand. Ze zijn namelijk onzichtbaar. Wat? Je ziet ze niet. Daar heb ik toch niks aan? Wacht nou even, majesteit. U kunt ze natuurlijk wel zien. Maar voor mensen die dom zijn of hun werk niet goed doen, zijn ze onzichtbaar. De keizer moest even nadenken, maar toen begon hij te lachen. Dat is fantastisch! Dus als ik een generaal of een minister heb die dom is of zijn werk slecht doet, ziet hij niks? Precies, antwoordde Simon en Peter. De keizer wreef vergenoegd in zijn handen. Hij vond die ministers en generaals toch altijd al behoorlijk stom. Als hij geld aan ze vroeg voor een nieuwe pofbroek of een paar gouden sandalen, begonnen ze meteen te zeuren. Dat kan echt niet, majesteit. We moeten nieuwe lantaarnpalen kopen voor als het 's avonds donker wordt. Onzin, antwoordde de keizer. Ik loop 's avonds nooit op straat. Dus er valt toch niks te zien? Wij hebben geld nodig voor de oorlog, zeiden de generaals. Dan sluit je maar vrede. Dat kost niks. Met die onzichtbare kleren was hij van dat gezeur af. Die domme ministers en generaals zouden natuurlijk niets zien. En dus kon hij ze meteen wegsturen. Jullie gaan onmiddellijk aan het werk, zei hij tegen de twee kleermakers. Binnenkort is het keizersdag en trek ik met een grote optocht door de stad. Jullie moeten de mooiste kleren maken die ik ooit aan heb gehad. Zeg maar wat je nodig hebt. Goud, riepen Simon en Peter. Zakken vol met goud. En twee grote weefgetouwen om de stof te maken. Diezelfde dag gingen de twee leugenaars al aan de slag. In een grote zaal van het paleis zaten ze achter hun weefgetouwen. En deden net of ze de allerfijnste en begeerlijkste stoffen maakten. Maar ze maakten helemaal niets. De weefgetouwen waren leeg en bleven leeg.
en het goud stopte ze in hun eigen zak. Na een paar dagen werd de keizer zo nieuwsgierig dat hij naar de grote zaal liep. En voor de deur bleef hij staan. Stel je voor dat ik niks zie, mompelde hij. Dat zou betekenen dat ik dom ben en een keizer van niks. Dat kan natuurlijk niet, want ik ben de slimste keizer van de hele wereld. Maar toch, weet je wat? Ik stuur een van mijn ministers om even een kijkje te nemen. Even later stapte de minister de zaal binnen. De twee leugenaars zaten achter hun weefgetouwen en deden net of ze heel hard werkten. Maar de weefgetouwen waren nog steeds helemaal leeg. Mijn hemel, dacht de minister, ik zie niks. Ik ben dom. Ik ben een slechte minister. Als de keizer daarachter komt, gooit hij mij meteen het paleis uit. Nou, wat vindt u ervan, meneer de minister? De minister staarde met grote ogen naar niks en stamelde: fraai, heel fraai. Dat vinden wij ook. Moet u eens kijken hoe prachtig die gouden bloemen in die stof geweven zijn. En dat diepe rood, vindt u het niet geweldig? Ja, ja, het is ongelooflijk mooi. Wat een kleuren. Ik zou het onmiddellijk tegen de keizer zeggen. De leugenaars knikten tevreden. Kunt u dan meteen nog 3 zakken goud bestellen? Anders kunnen we niet vooruit. Natuurlijk, natuurlijk. Jullie krijgen alles wat jullie nodig hebben. Met knikkende knieën ging de minister naar de keizer. En die was net zijn klerenkast aan het opruimen. Die mantels kunnen wel weg, zei hij tegen de dienaren. En die broeken ook. Ik krijg nu toch nieuwe kleren. En wat voor kleren. De minister stapte bevende kast in. En buitengewoon mooi, majesteit. U zult niet weten wat u ziet. Wat een kleuren van dat diepe rood en wat een overblindende patronen van gouden bloemen. De keizer knikte tevreden. Als die oude minister het kon zien, hoefde hij zich geen zorgen te maken. Is het iets voor keizersdag? Vroeg hij nog. Nou en of? De keizer verheugde zich er al op. Maar voor alle zekerheid stuurde hij nog een van zijn generaals en die kwam ook met goed nieuws terug. Wonderbaarlijk, vooral die gouden leeuwkoppen zijn prachtig. Ik dacht dat het bloemen waren. Ook dat, majesteit. Er zijn ook bloemen natuurlijk en veel diep blauw. Blauw? En groen en geel en rood. Er is zoveel, majesteit. Dan ga ik zelf maar eens een kijkje nemen, zei de keizer. Hij liep naar de grote zaal en bleef geschrokken op de drempel staan. Dit kan niet, dacht hij. Ik zie niks, helemaal niks. Dit is verschrikkelijk. Ik ben dom, ik ben geen goede keizer. Dit is een ramp voor het land en vooral voor mij. Wat moet ik doen? De twee kleermakers kwamen vol trots op de keizer toegelopen. Ze hielden hun armen uitgestrekt alsof ze een grote lap stof droegen. Kijkt u eens, majesteit, dit is het mooiste dat we ooit hebben gemaakt. Het is prachtig. De minister en de generaal hebben niets te veel gezegd. We gaan er nu een hele mooie mantel van maken. En een hemd en een broek en natuurlijk ook bijpassend ondergoed. Speciaal voor Keizersdag. Dat lijkt me geweldig, zei de keizer en hij liep met gebogen hoofd de zaal uit. Simon en Peter werkten 3 dagen en 3 nachten door. 'S Nachts brandden ze wel 16 kaarsen en ze deden net of ze naaiden. Ze knipten met hun scharen in de lucht en naaiden met naalden zonder draad erin. Op de ochtend van Keizersdag brachten ze de kleren naar de keizer. De keizer stond al in zijn blootje te wachten midden in de klerenkast. En weet u wat zo bijzonder is, majesteit? Deze kleren voel je niet. Ze zijn zo licht en zo teer dat ze als een tweede huid om uw lichaam vallen. De keizer deed net of hij iets aantrok. Peter gaf hem zijn broek aan en Simon hing de mantel om. O, majesteit, wat valt dat prachtig om uw keizerlijk lijf. Peter danste om de keizer heen en riep, wat een lijn, wat een kleuren. De keizer keek in de spiegel en zag een grote, blote man. Maar hij durfde niks te zeggen.
Ook de dienaren die eromheen stonden hielden hun mond. Wat vinden jullie ervan? De dienaren knikten goedkeurend en riepen: wat een schoonheid, wat een pracht! Dan kan de optocht nu beginnen, zei de keizer. De dienaren grepen met hun handen naar de grond en deden net of ze de sleep van een mantel opraapten. Langzaam en plechtig liepen ze het paleis uit, voorop de muzikanten. Dan kwamen de ministers en generaals in hun mooiste kleren en daarachter stapte de keizer. Langs de weg stonden duizenden mensen. Ze hadden natuurlijk al lang gehoord over de nieuwe kleren van de keizer. En ze wisten ook dat je heel dom was als je die kleren niet kon zien. Daarom durfden ze niet te laten merken dat ze niks zagen. Iedereen juichte en klapte in zijn handen. Leve de keizer! Leve de nieuwe kleren! Zo mooi heeft hij er nog nooit uitgezien! De keizer voelde zich steeds blijer worden. Hij ging extra rechtop lopen en stapte langzaam door de hoofdstraat van de stad. Op de hoek stond een klein jongetje met zijn vader en moeder. En toen de keizer vlakbij was, riep het jongetje: ik zie ze piemel! Sst, stil toch! De keizer liep voorbij en het jongetje riep: en nou zie ik ze billen! De moeder knikte en ze zei zachtjes tegen haar man: kleine kinderen zeggen de waarheid. De keizer loopt in zijn blootje, riep het jongetje. En het werd ineens heel stil op straat. Zelfs de muziek stopte. Toen gilde iemand: dat jongetje heeft gelijk! Het hele volk begon te krijsen, te schreeuwen en te lachen. Bloot, niks aan. De keizer in zijn naki. Iedereen brulde door elkaar. Maar de keizer liep gewoon door. Mijn hele volk is dom, dacht hij. En hij ging nog rechter lopen. Zo trok de optocht uren door de stad, terwijl de mensen over de stoep rolden van het lachen. Eindelijk kwam de keizer weer bij zijn paleis. De twee leugenaars waren natuurlijk al lang vertrokken naar een ander land. De keizer sloop met een rood hoofd zijn paleis binnen. Hij verstopte zich meteen in zijn klerenkast en ging daar zachtjes zitten huilen. En dat was het einde van het verhaal. Nou, is toch wel zielig. Misschien nog even een plaatje. Kijk, daar loopt hij. Die arme keizer. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. En morgen komt er weer iemand anders. Doei doei!